De dagelijkse veerdienst tussen Duinkerken en Dover wordt gevaren met schepen als deze. In een paar uur brengen ze 800 passagiers en honderden auto's naar de overkant van het kanaal. Voor de nieuwste ferry van deze lijndienst gaf Norfolk Line aan de goudse kunstenaar Jan van Lokhorst de opdracht. Decoreer het complete interieur van dit schip met jouw karakteristieke kunst. Het feit dat de algemeen directeur Thomas Wolby uit Denemarken mijn werk kende en ook een fan van mijn werk bleek te zijn, heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Die is toen naar mij, persoonlijk naar me toegekomen en heeft verteld dat hij mij al een aantal jaren volgde en ook een schilderij had gekocht in de galerie. En of ik daarvan voelde, om, de, om een van de drie schepen waarvoor elk een aparte kunstenaar werd gekozen, omdat. Uh, ja, het schilderijen voor te gaan maken. Ja. Hoe luidde precies de opdracht? Uh, de opdracht was lang vrij vaag eigenlijk. Uh, want ik uh, kreeg wel vrij snel een ontwerp per se derom, van, de, van het interieur hè, van de boot. En daarop is door de architect aangegeven, uh, ingebouwd waar de schilderijen moesten komen. Het waren uh, ja, losse los, uh, schilderijen gelukkig, die ik ook in mijn atelier kon maken. Ja. En je moest vijf grote maken? Ja, zes, uh, zes grote. Zes? Ja. En heel groot, vijf meter bij een meter? Ja, één meter twintig bij vier meter tachtig. Ja. En één smalle strook verticaal op een vrije muur. En daarnaast moest je dan nog zo'n kleine honderd schilderijen maken voor de rest van het schip? Nou, nee hoor, het, het, waren, het zijn zeventig zeefdrukken. Die hoef je maar één keer te maken natuurlijk hebben in de zeedrukkerij en dan uh, inderdaad de raad 18, uh, werk op uh, papier voor de speciale cabins voor uh, officers, kapten uh, en uh, dat die kregen dan uh, apart werk. Ja. Ja. En de zeedrukker voor de uh, crew cabins. Ja. Ja. Zag je er tegenop? Die grote schilderijen, die, moet, uh, die heb ik op polycarbonaat gemaakt. En dat zijn achter glas schilderijen. En dat betekent twee a. Uh, in spiegelbeeld moet werken. En b dat je met de details begint. Hè. Maar het belangrijkste, uh, waar ik tegenop zag, is dat het in één keer goed moet nou, zijn. Je kunt het niet meer overdoen? Nee, je kan het niet meer overdoen. Ja. Je kunt dus, het uh, moeilijk corrigeren. De eerste paar uur nog wel. De eerste dag gaat nog een beetje, na een dag. Maar als het een dag uh, gedroogd heeft, uh, is het afgelopen. Ja. Nou, ze zagen mijn schilderijen hier in het atelier uh, op uh, plexiglas en ze zijn het achter geschilderd, achterglas schilderijen, en dat sprak ze erg aan. Ook in verband met uh, de veiligheid aan boord, zodat het, uh, niemand bij de schilderijen kan, dat eigenlijk de ver van de achterkant zit. Het is niet helemaal kruisvrij, natuurlijk, dat is de enige nadeel eigenlijk, uh, maar als er iemand tegenaan komt of wat dan ook, dat kan moeilijk beschadigen. Ja. Want polycarbonaat hebben we dus genomen in plaats van plexiglas, is veel sterker dan uh, acrylpaneel, plexiglas. Dat is ja, ja. uh, polycarbonaat maken ze, uh, schilder van de ME ook, en uh, brillen voor de wielrenners en ja. uh, ijshokjes. Ja. Was het voor het eerst dat je die, die techniek toepaste? Nee, 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 nee. Gelukkig niet. Nee? <laughs> nee, ik heb, ik werkte uh, min of meer, hè, soms maak je er een aantal dan weer een tijd niet, dus een beetje naast mijn werk, uh, uh, ontstaan iedere keer. Als uh, je schilderijen maakte op plexiglas, op uh, acrylpaneel, al gedurende, nou ik denk nu bijna twintig jaar. Ja, natuurlijk dus heb je die techniek uh, ook zelf steeds verder kunnen ontwikkelen en er steeds meer routine in kunnen krijgen om dat uh, zo te gaan denken, hè, andersom. Ja. 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 Want je begint met details en je gaat dan steeds ver, uh, verder naar grotere vlakken daarachter. Ja. Je ziet alleen. Uh, wat ik het eerst doet natuurlijk. Ja. Ja. Wat betreft de afbeelding die je hebt aangebracht, was daar ook een bepaalde eis gesteld door de opdrachtgever? Ze kwamen hier binnenlopen toen, de delegatie. En uh, toen sprak ze een paar schilderijen erg aan, die uh, voor hun gevoel over water gingen. Dat waren compleet abstracte schilderijen. Uh, dat uh, kon ik me indenken, inderdaad, die beweging en de kleur in blauw en golvende banen over elkaar heen. Maar ook compleet abstracte schilderijen. Uh, dat uh, kon ik bijvoorbeeld wel indenken, inderdaad, die beweging en de kleur in blauw en golvende banen over elkaar heen. En uh, dat, dat sprak ze erg aan, dus ik voelde wel dat ze inderdaad wel gecharmeerd waren van thema's die met het schip en met de vaart en met, met het weer, met de zee, ja. wat te maken hadden, eventueel. Maar ze, dat hebben ze niet zo uh, in de opdracht uh, geformuleerd. Nee. Het, uh, ik was volledig vrij om uh, um te doen wat ik wilde. En de verdere invulling, hoe, hoe, hoe ben je tot die figuraties gekomen? Nou, ik, ik zat uh, dit de afgelopen paar jaar in een wat abstractere periode eigenlijk. Daar ben ik nu weer een beetje van uit. Ik ben nu wat meer met modellen en met, ook met dieren bezig. Maar uh, die schilderijen zijn ook, ook vrij algemeen van onderwerp in de zin van seasons, hè, seizoenen: ja, kleur, sfeer. Brokken, vlakken, ocean rhythm, hè, dan heb je het over de banen en de golven van het water. En de kleur. Dus de thema's zijn nogal landschappelijk en uh, dermate algemeen dat, uh, dat je ook uh, daar heel poëtisch abstract uh, mee ja. aan gang kon. Ja. Was het niet spannend uh, toen de opdrachtgever hier naar het eindresultaat kwam kijken. Nou, ja, dat is heel spannend natuurlijk. Het ja. moment dat hij binnenstapt en al die schilderijen er stonden. En uh, dan kijken ik natuurlijk uh, naar zijn reactie. En dat, uh, dat is een spannend moment. Ja. Aan de andere kant waren er natuurlijk heel veel reacties al geweest. Van uh, allerlei kunstenaars en mensen uit de kunstwereld. en uh, Ook uh, vrienden. en uh, Die waren zeer positief, de reacties van iedereen uh, die hier binnenkwam. En uh, men was onder de indruk. Dus dat geeft wel de burger al moed hè, voordat ja. zo'n. Uh, delegatie van Norfolk Line hier binnenstapt om te kijken wat ik gepresteerd heb. Ja. Inmiddels vaart het schip met jouw kunstwerken aan boord. Ben je tevreden over het eindresultaat? Het was heel spannend om de schilderij te zien op die boot. Helemaal ingebouwd hè? in het interieur, helemaal ingepast. Heel anders dan normaal. Hè? Normaal hangen die schilderij natuurlijk op de grote witte wanden. En dat is heel bijzonder eigenlijk, hè? een heel aparte situatie. En ik liep er heel kritisch rond te kijken van hoe het hangt, hoe de afstanden waren van de schilderij tot de Omgeving, wat er, wat er omheen zat, en banken en alles. En, um, is, uh, iedereen was enthousiast, iedereen het prachtig, en het is mooi. Jan, you have to be glad, werd er gezegd. En, en ik liep heel kritisch te kijken. Dat was wel wel, wel grappig. gekomen is dus die mensen zichzelf altijd, altijd aan het controleren. En toen De tweede keer zijn we gaan varen tussen Daanker en Dover. En toen uh, ben je natuurlijk ook wat aan gewend, uh, aan de nieuwe situatie. Het was het wel erg mooi, vond ik. De architect, heel erg mooi gedaan. Omdat hij uh, het ingepast had, het interieur. Een schitterend interieur, overigens ook. En ook, ja, iedereen was er heel enthousiast over. Ik vond het ook mo toch mooi, mooi gedaan. Anders dan anders, maar uh, heel mooi. Ja.